In Londerzeel kunnen bejaarden met computerproblemen vanaf deze week in de bibliotheek op spreekuur bij de DigiDokter. Een mooi initiatief dat ook in andere gemeentes al zijn vruchten afwerpt. Ja, toen ik hoorde dat de gemeente Casterlee op zoek was voor vrijwilligers, voor digidokters, moest ik direct denken aan mijn vriendin Christine. Een echte whizkid, opleiding Microsoft. Ja, ik ben afgestudeerd op een cursus Windows XP voor huisvrouwen in 1995. En ik ben ook al jaren moderator van de Facebookpagina Christine Haastelmans. En had er na iets gebeurd, ik zeg maar, allez, een bomaanslag in Parijs, binnen de 5 minuten heeft zij daar een foto van een kerstje op staan. Hè, en met de Franse vlag. Hè. Ja, ik programmeer daarop even. Hè. Ja. Bits en bytes is zeg maar aan de winkel. Ja. Dus ja, met haar computerskills en mijn people skills, hè, zorgen wij ervoor dat we die mensen helpen die niet zo goed zijn met de computer. Hè? De digidokters. Ja, van 2 tot 5. Tot 5. Allee, dan mag de eerste digitale patiënt meekomen. Hè? Dus Nicole, altijd eerst aanvinken akkoord met de gebruiksvoorwaarden. Want anders gaat uw bestelling op Zalando niet verwerkt worden. Mag ik naast een goede raad geven? Ik zie ik naar hier in dat winkelmandje. Hè. Stop eens met die t-shirtjes met die diepe V-halsjes, want dat flatteert niet, Nicole. Daar heb je een decolleté-nemer voor, nee, Nicole. Okay. Zeg, en nog eens iets. Voor die zwarte zakken onder haar ogen. Ik zeg ja, iedere ochtend eierzalf smeren. Welke zwarte zakken? Ik zie dat jij er gisteren hebt gegoogeld op middeltjes tegen wallen. Ik zeg ja, eierzalf smeren. Ja. Kijk, als je naar al die foto's selecteert, dan plak je die gewoon in het mapje Okra Wandelweekend erbij. En dan staat alles gewoon samen. Ja, het is allemaal simpel, hè, maar je moet het weten. Ja, dat is ook zo. Hoe dikwijls dat willen we dat hier horen? Je zou dat op het tegeltje moeten zetten. Ja, dat is waar. Je hebt precies wel schoon weer gehad, hè. En ik hoor de broek ferm, jong. Die rode plekken op haar scheenbeen. Jukt dat? Met de dermatoloog van meneer Leukermans? Ja. Ja, nu moet u eens even kijken naar de foto's die wij hebben doorgestuurd. Want wij zijn er bijna 90% zeker van dat het hier gaat om een geval van natte psoriasis. Ja, in een beginstadium. Ja. Want Elzers schoonzus rijdt er ook last van ermee. Ja. En wie zijn jullie juist? De digidokters. Van Casterlee. En u belt voor meneer Leukermans? Ja, ik krijg de foto's van het wandelweekend nee in een mappeke. En hem was ook de peukcode van zijn kaartlezer vergeten daarmee. Maar die klachten zijn ongerelateerd. Hallo? Hallo? Ja, zeg. Ja, uierzelf zou ik zeggen, dat is best. Zeg, zijn jij misschien toevallig op sites geweest de laatste tijd waar je een beetje aardig bij vult of zo? Oei, nee. Nee, ja? Ik zie dat jij de voorbije week heel dikwijls de zoekterm MILF hebt ingedrukt. Is dat een firma of zo, een MILF? Ja, nee, M.E. Moeder, I like to what? Het moederschap is potverdorie de schoonste rol die een vrouw kan vervullen. En hoe wil Roger met zijn zieke kop al die hardwerkende mama's bedanken? Met volle manieren. Hoe fier zou haar eigen mama zijn, moest ze bezig zien vanuit de hemel. Zeg, ik zie nou wel dat hem hier uw vrouw gezocht in haar stepmodder. Dat is het punt niet, Els. Kom, en je post het gaat er ook af. Als je niks te verbergen hebt, moet je ook niks verstoppen. Kom, pol het af, Jan. Ik zeg het, hè. Het is een schoon beroep, hè. Maar de mensen zijn soms even ziek als hun computer. Zwijg stil, Els. Zwijg stil.